Woensdag 19 april werd door wethouder Erwin Jansma en het Barendse bedrijf Living Story een intentieverklaring getekend over het toekomstige gebruik van de Wintertuin. Dit markante pand aan de Javalaan is als onderdeel van het Kantonspark oorspronkelijk gebouwd door de Nederlandse ondernemer en filantroop August Jansen in 1914 en werd jarenlang gebruikt als botanische tuin van de Rijksuniversiteit van Utrecht. Eind 2012 werd de laatste restauratie van de Wintertuin afgerond en sindsdien is er gezocht naar een nieuwe definitieve bestemming. En die lijkt met het tekenen van deze intentieverklaring een stukje dichterbij gekomen. Er is een intentieverklaring getekend. Wat betekent dat precies? Nou, daarin staat over welke zaken we in de toekomst afspraken gaan maken, zodat we straks naar een huurovereenkomst met Living Story kunnen. Dat is een belangrijk document, omdat we dan ook de route weten waarop wij volgend jaar de exploitatie van de Wintertuin echt in volle glorie hier kunnen beleven. Succes! Nou, we hebben bijvoorbeeld ook nog met elkaar te spreken over op welke wijze we de investeringen van 4 ton die wij als gemeente bereid zijn om te doen in de Wintertuin, hoe we die gaan vormgeven. We gaan het nog hebben over de voorwaarden van het huurcontract. We gaan het nog hebben over de planologische procedure. We gaan het nog hebben over bestemmingsplanprocedure. Dus we hebben het over heel veel zaken gaan we het nog hebben met elkaar. En we willen gewoon helderheid met elkaar hebben welke stappen er genomen moeten worden. En welke valkuilen we nu kunnen gaan voorkomen om te zorgen dat wij volgend jaar dus een mooie exploitatie hier tegemoet kunnen gaan zien. Deze hebben we getekend en dan is 1 exemplaar voor jullie en 1 exemplaar voor ons. Dat geef ik hem aan jou aan. Nogmaals gefeliciteerd, want we zijn weer een stap verder gekomen. We gaan er een succes van maken met elkaar. Dank je. Nou, we gaan in de Wintertuin een escape room bouwen, eigenlijk 2. We zijn van plan om dat in de vorm van een kas te doen als dat lukt. Dus dan wordt het een kas in een kas om dat botanische karakter van de Wintertuin te benadrukken. En ook echt iets te doen met de historie van het pand en het beleven van de plek waar je bent. Dus dat de mensen die escape room straks gedaan hebben ook echt iets meer weten over waar ze eigenlijk qua plek geweest zijn. Daarnaast willen we een aantal dingen gaan doen, speurtochten, spellen in het park. Zodat je ook in het Kantonspark kunt beleven wat de geschiedenis van de plek was. En dat wordt ondersteund met lichte horeca. We gaan morgen open. Nee, er moet nog wat verbouwd worden. Er is inderdaad nu nog niks. We moeten een escape room bouwen, er moet horeca gemaakt worden. Er moet hier een vrij terras komen hier achter ons. Ik denk dat we een jaartje verder zijn voordat we open gaan. Er waren allerlei plannen met de kwartiermaker, die heeft zijn functie neergelegd. Wat gebeurt er met de evenementen die in die tussentijd nog gepland stonden? Nou, we gaan eerst maar eens even kijken welke evenementen gepland waren. En we zullen met de initiatiefnemers daarvan gewoon contact opnemen om te kijken of we daar nog iets mee kunnen. Dus het is net vers van de pers natuurlijk, dus daar gaan we even mee aan de slag. En wat is nu jullie eerste stap? We gaan praten. We gaan verder praten met de gemeente, want uiteindelijk moet er een huurovereenkomst komen. En dat gaan wij pas ondertekenen als wij over alle punten eens zijn. En er is nogal wat om over te praten. Dus we gaan veel praten, veel nadenken, tekenen, rondlopen met mensen die verstand hebben van horeca. En hoe we dit een beetje warm kunnen krijgen in de winter en koud kunnen krijgen in de zomer. Dat soort dingen. Vooral veel nadenken, schetsen, tekenen, overleggen.